Hallo allemaal, dit is alweer de derde muziekvideo. Ik hoop dat het goed ging met het liedje van vorige week, Papegaaitje leef je nog. Want daar zat een nieuwe noot in, de vies. En waar zat die ook alweer? Even kijken hoe het ook alweer met de snaren zat, doe maar even mee. Dit was de E. En dit was de A. En dit was de D. En dit was de G. En dit was de B. En dit was de E. En dan gingen we naar de snaar van de D. En dan niet het eerste, niet het tweede, niet het derde, maar het vierde vakje. Daar zat de vies. En ik had jullie laten zien dat hij maar een heel klein tikje hoger is dan de F. Want dan zit de F natuurlijk hier. Dus dit was de vies. En dit is de F. Maar dat is niet de F die we nodig hebben. Want je weet dat er van alle noten een hoge en een lage is. En wij hebben de hoge F nodig. En die zit, kijk goed. Dit is de snaar van de E. En op het eerste vakje met je wijsvinger. Daar zit de F. En jullie wisten al dat er van alles een hoge en een lage was. Want we hadden al geleerd lage E. En we hadden de hoge E. En we hadden er nog eentje geleerd. Die zit daar nog precies tussen. Dus eigenlijk moeten we zeggen, even zoeken, waar zat die? Dit was de D. En dan was dit de E. Die zat in het liedje Old McDonald's. Dus dan moet je eigenlijk zeggen, dit is de lage E. En dit is de hoge E. En dit is een nog lagere E. En dan hadden we er nog een paar van geleerd. We doen ze eventjes. We hadden ook geleerd de G. Want die zat hier, dat was een gratis snaar, de G. En als we dan het akkoord G gingen doen, dan zetten we onze ringvinger op het derde vakje. En dan hadden we eigenlijk de hoge G. En dat hadden we ook bij de A. Want dat was een aap die geen bananen eet. A. En de andere A hebben we zelf gemaakt. Die zat bij de G-snaar, tweede vakje. Daar was die. En dan gaan we dus nu de F gebruiken. Niet deze die hier zat. Degene die hier zat, de hoge. En dat doen we met het liedje. Alle mensen werden brüder. Nou, dat is een hele beroemde melodie. Uit een heel beroemd muziekstuk. Met een heel groot orkest en een heel groot koor. Van een hele beroemde componist, Beethoven. En als je het melodietje hoort, denk je vast, oh, dat heb ik eerder gehoord. Luister maar even. Thank you.
goed, deze noot hebben we dus nodig voor het liedje. Die spelen we op de drie hoogste snaren. En dan hebben we nodig de G. En dan hebben we nodig de C. Met je wijsvinger op het eerste vakje van de B-snaar. En de D, die zit op het derde vakje met je ringvinger. En de E, dat is de hoogste snaar. En de F met je eerste vinger. En de G, derde vakje met je ringvinger. Dus de G en de C en de D en de E en de F en de G. Nou, kijken we even naar het liedje. Vier regels en dat is alvast mooi. De eerste regel en de tweede regel lijken heel erg op elkaar. Alleen de laatste maat is anders. En de tweede en de vierde regel, die zijn precies hetzelfde. We moeten beginnen op de E. En hoe weet je nou ook alweer welke E je nodig hebt? Dat kon je zien, want de E stond bovenaan de notenbalk, dus dan heb je ook de hoge E nodig om te beginnen. Deze E dus. En daarna krijgen we meteen de F en de G, dus dan zet je je vingers vast klaar, want hier zat de F en hier zat de G. We doen het even stukje voor stukje. E, E, F, G, G, F, E, D, C, C, D, E, E, D, D. Oh, we zien daar een noot met een punt. Een punt achter een noot betekent die net iets langer duurt. Dus op het eind spelen we niet E, D, D, maar spelen we E, D, D. Nou, jullie even spelen, doe ik even de notennamen mee. E, E, F, G, G, F, E, D, C, C, D, E, E, D, D. Volgende stukje. Ik doe hem even voor. Jullie de tweede regel. Ik doe de notennamen even mee. E, E, F, G, G, F, E, D, C, C, D, E, D, C, C. De derde regel, ik speel hem even voor. Hey.
eerste regel. Doen we even samen, want die hebben we net gehad. Dat was de tweede regel. Achter elkaar. Ik doe gewoon mee met de noten. We beginnen op de E. E, E, F, G, G, F, E, D, C, C, D, E, E, D, D. Heel mooi. Tot de volgende keer.